niet verhuizen. Nee, maar we staan opeens in de oude inmiddels, noem ik het maar even. Het is natuurlijk nog veel meer geweest in de Lange Delft. De pan staat leeg al een tijdje. En ik heb geen zitplaatsen meer over, zoals de rest van Middelburg ook. En ik ga de gok wagen. Ik heb het gehuurd, de aanvraag ingediend en hij is goed gekeurd. Dus wij starten hier over een week, hoop ik. Het is nog leeg. Maar ja, want over een week. Moeten ze dus hard aan het werk nog? Aan het voegen en gaatjes dichten. Ja, we gaan echt gewoon een week knallen. En dan gaan we een lunchroom beginnen. 7 dagen open, 9 tot 5. Echt een dagzaak wordt het, ja. Echt een dagzaak. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon Brasserie 1600 in de Rijgenstraat, ja. Echt net om de hoek. Maar gaan jullie daar gewoon maandag al mee open? Ja, die gaat maandag open en die gaat gewoon open van 's ochtends tot 's avonds, zoals normaal. Ook 7 dagen in de week. Dus dat kan zomaar een hectische week worden dan, want dan moet je dus eigenlijk 2 dingen tegelijk doen. Ja, je moet zelf in de 2 delen. Ja. En vertel eens, want dit is echt, alleen deze ruimte, die is misschien wel 2 keer zo groot als, wat? Misschien wel 3 keer zo groot als jullie huidige zaak. Nou, in juli zitten we natuurlijk wel met maximum 30 personen. He, dus ik mag niet meer dan 30 personen, dus voor juni is het, dat pakken wat je pakken kan. Ja. En hopelijk vanaf juli kunnen we iets meer zitplaatsen hier kwijt en dan... Want dit ga je dus in principe voor 3 maanden dan huren? Voor 3 maanden, ja. Oké. Okay. Eind augustus. En maak je dan ook nog gebruik van de bovenverdieping of alleen beneden? Ik maak geen gebruik van de bovenverdieping, dus als iemand nog een mooie kantoorruimte zoekt... Voor tijdelijk, heel tijdelijk. Nou ja, het is goed dat je het zegt. Dan kunnen ze dat weer via jou... Ja. En we hebben natuurlijk ook nog een buiten. We hebben een buiten. Mag je daar het terras ook voeren? Ja, mag ook. Ja. Oké. Okay. Gevel tot gevel, tot goud, afgebakend en gezelligheid. Ja. 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 Ja, nou ja, buiten is natuurlijk heel, heel leuk, want daar kan je dan ook nog best wel wat mensen kwijt, denk ik. Ja, zeker. En ik begreep dat de buren van Nieuw-Pranzo, die hebben ook terras aangevraagd en die gaan en naar de overkant onder meer. En die gaan naar de overkant. Goed voor een smalle geveltje. Dus het wordt gewoon wel een heel leuk horecapleintje. Ja, precies. En dat, dat loopt niet door elkaar heen, maar wel dicht tegen elkaar dicht aan. Tegen elkaar aan. Ja. Dat doen jullie gewoon. Wel met 1,5 meter. Hè? Uiteraard. Maar wel gewoon lekker samen. En nou, dat is goed om te horen. Ja. Nou, dan wens ik je veel succes. Dan kom ik over een week nog eens kijken hoe het. En aanstaande maandag ook heel veel succes alvast. Ja, top. Bouwen! Lina, ik zie dat je er al helemaal klaar voor bent. Hè? Ja. Alles staat er netjes ingericht. Nog even. Ja. Buongiorno. Nee, maar serieus, jullie zijn midden in van alles weer, uiteraard. Zoals altijd. Ja. Zoals altijd. En klaar, nog 1 keer vegen, hè, zijn ze. Ja, maar het is, nou ja, weet je wel, het ziet er mooi uit. Hè. Het is wel eens even dat je nu de sneak preview wel weggeeft, hè. Ja, nou, doe maar heel best. Ik heb nog niemand gezien hoe het hieruit ziet. Maar de ramen zijn gewoon open. Ja. En waar gaan jullie nog meer terras houden? Want ik dacht eigenlijk dat jullie onder de dingen zouden gaan. Nee, want dat zou als extra leuk zijn om daar eens een keer iets in te organiseren. Maar niet voor continu, want dat valt niet te behappen. Dan moet je een heel team daar neerzetten en een heel team hier. Wij krijgen hetzelfde als La Presa. Ook hier zo 7 vakken voor ons neus, zeg maar. Dus waar nu dat bord eigenlijk staat, er zit ook zo'n lint, zie ik daar al? Ja, en dat is dan nog een keer. Zo'nzelfde afstand is het nog een keertje, zeg maar. En jullie hebben vast al berekend van hoeveel tafels levert jullie dat op? Die 7 vakken? Ja, ik heb nog niet helemaal precies bekeken. Want zoals je ziet zijn wij... We hebben dingen aangepakt en we hebben 400 keer gezegd van... Dit ook nog, en dit ook nog, en dit ook nog. En dat was ongeveer 100 keer te veel, ja. Dat gezegd. Ja, nou daar de helft weer vanaf, dan ben je weer bijna genoeg. Dus het betekent wel dat we de komende 10 jaar weer klaar zijn. Ja. Met alles, dus ik ben eigenlijk, moet ik je heel eerlijk zeggen, alleen nog maar bezig met verbouwen en zorgen dat we kunnen gaan draaien sowieso. En dan zondag ga ik met alle tafels en stoelen sleuren die we hebben en verdelen. Dan zie je eigenlijk wel een beetje wat. Tussendoor zijn jullie ook nog gewoon aan het bezorgen en zo. Ja. En dat draait tot wanneer draait dat over? Dat deden jullie. Dat blijven we doen. Want ja? Dat blijven we doen. Want ik heb toch wel dat ik meekrijg dat het toch nog voor heel veel mensen helemaal nog niet zo vanzelfsprekend is om weer naar buiten te gaan. Nee, dat klopt ook zo. Dat heel veel mensen en bovendien is het super relaxed als jullie aankomen met als je pizza's thuis. Als wij gewoon komen, inderdaad. Ja, dat vind ik ook ik hoor. Ik heb dat toch wel dat gevoel dat mensen het toch nog fijn vinden om dat te doen. Dus voorlopig blijven we dat gewoon doen. Maar je zit echt midden in de hectiek. Maar gaat het wel goed met je? Ben je blij dat je weer open mag? Zoals normaal, ja. Ja. Nou, ik ben blij dat we zo meteen uit de stof en uit de troep zijn. Want dan ben ik wel beu nu. Dat kan ik me voorstellen. Maar, het is tweeledig. Enerzijds hadden we dit niet gedaan als er geen corona was. Dus op zich is het ook wel weer leuk om heel je zaak weer echt gewoon opnieuw met
leuke kleuren en ja. De nieuwe toiletgroep. En, nou, fris, fruitig, nieuwe start eigenlijk. Hopzakee. Dus in die zin is het dan maar weer... Ik kom maandag nog even langs fietsen. En hoe zeg ik veel succes aan de titel Jans? In Bocca Lupo. In Bocca Lupo? Lupo. Lupo. In Bocca Lupo. Oké. Ciao. Ciao.